Marinus Dijkhuizen, dit is niet het resultaat waarvoor jullie die ellendelange busreis naar Emmen hebben gemaakt vandaag. Nee, dat lijkt me duidelijk. Een hele teleurstellende avond uiteindelijk. Ja, moeizame wedstrijd van onze kant. Ja, Emmen was niet veel beter. Dus een beetje 50-50. Ik zei net op de bank van nou, wie er komt, maar gaat waarschijnlijk winnen. Even later zit hij erin. Dan hebben we nog wat afhand kunnen wisselen. We hadden niet zoveel aanvallers op de bank, dus dat was ook moeilijk. Ja, uiteindelijk kregen we vooral nog een hele grote kans met Hakim. Die moet hij maken, vind ik. Maar we brachten te weinig kwaliteit. En dan ook nog, vond ik, te weinig kwaliteit naar de goal toe. We hebben 300% kansen gehad. Daar moeten we minimaal 1 van 2 van in op dit niveau. Kun je je ploeg iets verwijten vandaag? Behalve die kansen niet afmaken op het einde? Ja, zeker. Te weinig kwaliteit gebracht. Toont we de labiele ploeg die we hebben. We hebben het er vaker over gehad. Het team is niet sterk genoeg. Als het wat minder gaat, als het wat moeizaam gaat, dan hebben we heel veel moeite, heel veel genoeg aan onszelf. En dan kunnen we het niet voor elkaar krijgen om beter voetballen of dan toch maar op 0-0 te spelen. Dan is altijd wel iemand die een foutje maakt of de kwaliteit niet brengt. Ja, en overal is het dan onder de maat. Betekent ook dat je niet de derde periode pakt. In hoeverre is dat nog iets waar jullie vandaag mee bezig zijn geweest? Ja, een klein beetje natuurlijk. We hebben hier ons heel professioneel op voorbereid. We zijn vanochtend al vroeg weggegaan, hotel geslapen vannacht. Dus ja, aan de voorbereiding vanmiddag. Aan de voorbereiding lag het daar niet in. Ja, en we wilden zo hoog mogelijk eindigen. Ja, en dan moet je winnen hier zo vandaag. En dan had je ook de periode waarschijnlijk gehad. Dus ja, dat was wel uiteindelijk wel het doel. Past misschien wel een beetje bij NAC dit seizoen. Iedere keer als het dan even goed lijkt te gaan, als er iets gewonnen kan worden, een prijs gepakt kan worden, dan zit het weer even tegen. Ja, dat is niet tegenzitten. Dat is verkeerd uitgedrukt. Dat is gewoon een bepaald gebrek aan mentale kracht, aan kwaliteit op het juiste moment. En dat is ook een kwaliteit om op het juiste moment te staan. En zover zijn we helaas niet, dus daar moeten we keihard mee aan de slag om dat voor de play-offs wel voor elkaar te krijgen. Wordt nog een lang seizoen op deze manier als je, ja, zoals je zelf zegt, te labiel bent om zo'n wedstrijd als vandaag te kunnen winnen? Nou, ik hoop dat het een lang seizoen wordt, want dan gaan we 4 wedstrijden na competitie spelen. Dus dat hoop ik wel, ja.